Welkom bij aflevering 3 van de rubriek Tijdreizen. Dit keer vanuit de bibliotheek van het museum. We zijn aangekomen in 1909. Helene verzamelt moderne schilderkunst en heeft H.P. Bremmer in dienst om haar daarbij te adviseren. In 1908 heeft ze zo haar eerste Van Gogh gekocht. Tot dusver heb ik vrij uitvoerig besproken hoe Helene in aanraking is gekomen met beeldende kunst. Maar de vraag die veel mensen bezighoudt, is juist het waarom. Waarom wilde Helene een museum oprichten? Deze jaren spelen daarin een cruciale rol. In aflevering 1 vertelde ik al dat de liefde voor de natuur bij Helene is ontstaan in de boomgaard van haar vader in Düsseldorf. En dat ze later ook op plekken is gaan wonen met veel buitenruimte, zoals de Veluwe. In 1909 kopen zij en Anton de eerste stukken Veluwse grond. De Nederlandse Heidemaatschappij krijgt van Anton de opdracht om te onderzoeken wat er nodig is om van de Veluwe een wildpark te maken. De krullen zullen het gebied blijven uitbreiden, omvormen tot bosgebied en er wild gaan houden. In 1917 is het landgoed in totaal bijna 6500 hectare. In eerste instantie lijkt deze aankoop vooral bedoeld om op deze afgelegen en uitgestrekte plek te kunnen genieten van het buitenleven. Niets beter voor lichaam en geest dan die liefde voor buiten, zegt Anton tegen Helene. Vanuit het Klaverblad, hun buitenhuis op de Veluwe, verkennen ze het gebied, bijvoorbeeld te paard. Voor Anton is de relatief goedkope grond ook een manier om zijn status en betrouwbaarheid te vergroten ten aanzien van nieuwe investeerders van Müller & Co. Later gebruikt hij het gebied ook om er te jagen, bijvoorbeeld met zakenrelaties en met prins Hendrik, die in diezelfde periode rondom Paleis het Loo ook gebied opkoopt en laat bebossen. In juni 1910 maakt Helene met haar dochter een reis door Italië. Ze bezoeken Milaan, Rome en Florence, waar de meesters uit de Renaissance een grote indruk op haar maken. Maar ze ontdekt ook dat ze een grote interesse heeft voor de architectuur. Vanuit haar hotelkamer heeft ze zicht op het Palazzo Vecchio. In een brief aan Sam van Deventer beschrijft ze de abstracte vlakke gevel, zo als ik ze nog nergens in de wereld aantrof. In de eenvoudige lijnen herkent Helene de grote Spinoza-waarheid, die ze al eerder ervaarde in de kunst. En de behoefte groeit om ook in haar eigen huis deze rust en eenheid te ervaren. Het imposante Palazzo Vecchio van de machtige en invloedrijke bankiersfamilie de Medici in Florence zet haar ook aan het denken over haar rol in de wereld. Ze schrijft hoe men het van heel ver en overal zag en toch niet door koningen, maar van mensen was gebouwd. Waren zij, de Krullers, als handelaarsfamilie misschien ook tot zoiets blijvends in staat? Anton stuurt ze een postkaart. Ik stuur je deze omdat er een gebouw op staat dat mij veel te denken gaf. Voel er een verwantschap met Berlage in. Het is een van de mooiste gebouwen die ik in lang zag. Dit gebouw zal de directe inspiratiebron worden voor de opdracht aan de architect H.P. Berlage om het jachthuis Sint Hubertus te bouwen. Maar zover is het nog niet. Helene heeft al enige tijd last van hevige pijn in haar buik. Begin 1911 laat Anton een arts komen die vermoedt dat het gaat om een kwaal aan haar nieren of blaas. Maar na een aantal onderzoeken in het Diaconessenziekenhuis in Amsterdam blijkt het veel ernstiger. Net als haar moeder heeft Helene kwaadaardige gezwellen in haar baarmoeder. Ze zal een zware operatie moeten ondergaan, wil ze kans maken op genezing. Deze levensbedreigende situatie maakt voor Helene duidelijk wat voor haar echt belangrijk is. Er vallen een aantal dingen op hun plek en haar doel wordt helder. Tijdens een wandeling vertelt ze aan Anton welke operatie ze moet ondergaan, maar ook wat haar al langer op het hart ligt. Als ze de operatie overleeft, wil ze voor haar collectie een museumhuis laten bouwen, dat ze wil nalaten aan het Nederlandse volk. In oktober 1911 vindt de operatie plaats. En hoewel Helene 4 weken in het ziekenhuis moet blijven om te herstellen, is de operatie een succes. Vanuit het ziekenhuis schrijft ze: en nu, Sam, moet het grote wonder eruit. Ik bouw mijn nieuwe huis en het wordt een museum. Dan zou het over 100 jaar al zijn een interessant monument van cultuur. Een grote les
hoe ver aan innerlijke beschaving een koopmansgezin uit het begin der eeuw het zou hebben gebracht. Het zou een museum zijn, zo natuurlijk en levend als het tot nog toe niet was vertoond. Nog datzelfde jaar kopen de Krullers vlakbij Wassenaar een stuk grond, niet ver van het huidige museum Voorlinde. Ze noemen het landgoed Ellenbouden en willen er een museumhuis laten bouwen. Een plek om te wonen, maar ook om de collectie tentoon te stellen. Drie inmiddels wereldberoemde architecten krijgen achtereenvolgend de opdracht om een ontwerp te maken. En dit verhaal kun je lezen op de tijdlijn. Uiteindelijk wordt er echter geen enkel plan gerealiseerd, want na enige tijd beseft Helene zich dat zij haar museumhuis liever op de Veluwe wil bouwen. In de volgende aflevering zien we dat door de vastberadenheid van Helene om haar droom te realiseren, de verzameling explosief groeit. Ook werkt ze aan een voorloper van haar museumhuis. In Museum Kruller in Den Haag laat Helene haar verzameling voor het eerst zien aan het publiek. Graag tot dan!